erbij wil komen. Want het was niet helemaal je middag, denk ik. Alhoewel, ja, de eerste helft, hè? Ja, nou, buiten het feit dat het onze middag niet was in de tweede helft. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet gewoon normaal het match te woord kan staan, toch? Dus dat is ook een onwaar. Dat is zo werkt dat. Ja, nee, de eerste helft was wat ons betreft wit mee. En dan wil je ook het liefst proberen de tegenstander achteruit te drukken. Ja, het lukte redelijk, maar niet dat we nou heel veel afgedwongen hebben. Daar moet je gewoon eerlijk in zijn. En niet heel veel kansen. Maar ook we kregen wel, ook Barneveld dat hij niet aan de kans kwam. Dus dat deden we op zich in die zin wel aardig. Alleen ja, je had liever natuurlijk daar wel meer afgedwongen in aanval. Dus dat lukte niet echt. Johan, de eerste helft was het overeind blijven. Heel hoog druk zetten van de Munchley. De eerste helft was om te huilen voor ons kant. Ik kijk altijd naar mijn eigen team. Het verschil tussen de eerste en de tweede helft was natuurlijk heel duidelijk te zien. We liepen natuurlijk, zeg ik, Freddy, ze probeerden ons terug uit te drukken, maar wij gaven ook geen druk vooruit. En, ja, het is niet onze sterkste kracht om terug uit te lopen en daar maar te wachten. Dus dat hebben we nagelaten. En ja, dan kom je één, je komt niet tot aanvallen toe. Nou, toen we de bal hadden, die waren we weer veel te snel kwijt. Dus het was een slechte eerste helft voor onze zijde. Ja, en dan de tweede helft. Ja? De wind was wel eigenlijk een van de grote factoren vandaag. Of was het dat niet? Nou, de wind is zeker een grote factor. Maar dat was niet de reden waarom wij verliezen. Kijk, als je de aftrap ziet, ik geloof, we hadden met 10 seconden gewoon achter kunnen staan. Hè? Als onze aanvoerder dan zit aan die jongen, als die jongen gaat weg, heeft hij misschien direct een tweede gele kaart pakken. En dan praat je over 10 seconden, hè, vanaf de aftrap. Nou, dat geeft eigenlijk al aan hoe je aan de tweede helft begint. Helaas was dat een voorteken achteraf. Ja, die eerste goal, daar moet ik even goed nadenken, dat wel weer was. 16 na de 16. Oh ja, hier. Dankjewel, Henk. Daar hij overbrugt ongeveer 60, 70 meter, denk ik. Ja, schiet mij maar lek. Ik moet de beelden nazien, maar ik, volgens mij hadden ze dus minimaal een stuk of 3 tegen moeten komen. Want het is ook niet zo dat hij 3 keer over een man fantastisch uitkapte. Hij kon gewoon doorlopen op tempo ertussendoor. Dus ja, waar hij dan niet de pas ergens wordt afgesneden. Ja, vooral schiet die jongen binnen in een korte hoek. Ja. Nou ja, oké, dat is dan de goal. De tweede goal is... Ja, vrije trap, ja, dan hoort dat misschien twist over een hensbal, maar buiten dat ziet hij die vrije trap gewoon hard en goed in, denk ik. Ik kan dat niet goed zien, maar ik denk dat het een prima goal was. Gewoon dit credits moet je dat ook aan iemand geven. Ja, en de derde en vierde goal zijn gewoon domme fouten, denk ik. Terugspelbal, te zacht, keeper die hem nog gaan wegwerken, die hem over de voet wil chippen. De vierde goal, een breedte bal die onderschept wordt en hem die dan trouwens fantastisch wordt afgemaakt. Ook dat is ook een prachtige goal trouwens. Maar, ja, dat zijn wel hele domme fouten. Dan ga je wel heel naïef zo'n wedstrijd gewoon weggeven. En heeft Barneveld op dat moment ook terecht gewonnen daar. Johan, ja, het was een gluiperige goal van Nauru, denk ik. Eerste zo onder in het hoekje. Maar daarna werd het toch wel een gala voorstelling. Ja, ik vond die eerste goal zeker niet gluiper. Ik vond, als je ziet hoe die geeft al aan. Niels die zet gewoon goed door. Dat is de kwaliteit van hem. En ja, als hij niet aan wordt gevallen, dan gaat hij best wel goed trekken. Eens naar binnen moet knijpen. En dan komt hij gewoon vast naar binnen. En die legt hem gewoon. Die schiet hem door de benen van de verdediger. Dus dat is best wel kwaliteit, vind ik. In de rust heb ik natuurlijk aangegeven. Want er staat een rustmoment vooraf. Ik ben heel rustig gebleven. Ik heb gewoon gezegd: van joh, luister, wind mee. Ik wil alleen maar druk vooruit. Hoog baltempo en veel lopende mensen vanuit de tweede lijn. En hebben ze gewoon goed uitgevoerd. En dan dwing je ook een ploeg, die dwing je ook wel tot fouten. Hè? Want als je alleen maar druk vooruit gaat zetten, ja, dan krijg je inderdaad onder druk. Is het moeilijk om een bal in te spelen, dus je zal maar vrij een bal in te spelen. Dus wat dat gaat, moeten die jongens voor de tweede helft gewoon een compliment geven hoe ze dat samen opgepakt hebben. En ja, ik ben natuurlijk enorm blij met dat. Dankjewel. Nee, ik schreef in de voorbeschouwing Muntspeet in degradatie, dat ik kan me er niks bij voorstellen. Maar na de uitslagen van vandaag wordt het wel echt nood, of niet? Ja, ik laat me een beetje leiden door de mensen om mij heen hebben. Dus ik begreep dat Drom had gewonnen en de andere weet ik niet eens precies. Maar goed, we hebben meer dan gewerkt genoeg aan ons eigen team, denk ik. Zonder dat ik me daar nu op dit moment druk om moet maken. Ik denk dat we van de week eerst maar weer eens ons druk moeten maken om onszelf, om ons na te stomen voor die laatste 8 wedstrijden. En
Ja, we hebben de bovenste 5 gehaald achter elkaar na de winterstop. Daar hadden we heel knap punten gepakt en ook punten moeten pakken in sommige gevallen. Maar ja, dat de nood hoog is en dat we onderin staan. Nu moeten we ook 8 wedstrijden op elk puntje strijden. Ja, dat hadden we vandaag uiteraard ook. Maar het is wel zo dat we nu ook de ploegen krijgen die, denk ik, in principe gelijkwaardig of dichtbij ons zijn. En dan zullen we het dan ook echt moeten gaan laten zien. En dan zullen we ook wat achter moeten tonen en het met elkaar moeten doen met name. Dat is wel een kwaliteit wat SDDB, vind ik, wat Johan terecht zegt, in 2007 heeft laten zien. Het was een teamprestatie wat dat betreft. En dat hebben ze ook terecht uiteindelijk de punten gepakt. Dankjewel. Ik hoop dat jullie volgend jaar toch weer even komen. Ja, Johan, ik ga eens een beetje puzzelen met de opstelling. Want je raakt Kevin ook nog op het laatste eind kwijt. Maar het ging fantastisch. Ja, dat zijn allemaal mooie uitdagingen als je op de bepaalde moet gaan missen. En dan kan je zien dat we toch wel een goede selectie hebben, zodat iedereen toch zijn minuten mee kan pakken en gewoon meegaat in de flow, dat is een groot woord, maar dus wel in de situatie waar we zitten. Dus de jongens hebben het gewoon perfect opgelost. Er is niks aan de hand. Dankjewel. Allebei hartstikke bedankt. Ja, en jongens, volgende week naar Scherpenzeel. Ik hoop dat iedereen meegaat, want dat wordt gewoon weer een mooie klap. Dankjewel.